Douglas. Ja, hier staan er twee van jonge Ajax. Vrij, Kassanwirjo en Hansen. Sambisa wacht ze op. Rens. Robbie. Mogelijkheid in de maak. En de goal van Kenneth Taylor. Daar is de voorsprong voor jong Ajax. En zo heeft Cambuur, weet het inmiddels, te maken met een hele serieuze tegenstander vandaag. Vrijwel geen weerstand voor Cambuur in de laatste thuiswedstrijden die het speelde. Maar vandaag in de openingsfase is het andere koek. Goed ingespeeld door Rens, Brobby. Taylor pikt op en kan een goal maken. En dat laat hij hier zien ook. Vierde doelpunt van het seizoen voor de middenvelder van jong Ajax. Rens onderschept. Haalt de paas er zo uit van Sambisa. Dat is een goede opening. Max de Waal. Santje Hansen. Daar komt jonge Ajax weer. De Waal. En dat scheelt niet veel. Brobby vraagt zich voor het doel af. Zien jullie mij dan niet vrij voor het doel staan? Scherpen hier onder druk gezet. Dat levert een kans op uiteindelijk voor Goedemakers. En dat had hem kunnen zijn. Regeer. Nee, het was Jensen die kaatste. Hier opnieuw. Neemt de bal net niet helemaal lekker mee. Ja, wel een zere knie. En McIntosh blijft even bij hem staan om te vragen hoe het gaat. Het gaat wel. De wedstrijd wacht niet. Want Cambuur is al hier bij Giovanni Korte. Zo is het tempo hoog in het eerste kwartier. Mooi balletje van Molin. Hoedemakers nog een keer en die zitten schitterend in. Wat een mooie 1-1. Scherpen zitten nog wel met een hand aan. Maar nu is de uithaal van Hoedemakers perfect. En maakt Hoedemakers gelijk voor Cambuur. Muren jaagt de boel op. Kassanwirjo. Ook onder druk gezet. Dat levert de bal op voor Cambuur. En dan is het raak ook. Michael Breij. Ajax blijft opbouwen. Ook als het eigenlijk niet kan. Verspeelt de bal. Cambuur profiteert en scoort. En het staat 2-1. Regeer is de bal kwijt. En Korte zorgt voor heel veel gevaar met zijn snelheid. Telkens weer. Giovanni Korte. Molin, Sambisa, Korte. Er wordt weer prima gecombineerd door Cambuur. Hoedemakers. Hoedemakers, Muren. Muren wil het zelf doen, maar raakt hem helemaal verkeerd. Stevens kan het hier zich permitteren om te wachten en met een goede voortzetting te komen. Jacobs. Breij. Breij in de korte hoek. Zo staat het 2-1 voor Cambuur. Maar had de schade voor jong Ajax na iets meer dan een half uur veel groter kunnen zijn? Taylor, Timber, voetbal in de kleine ruimte, dat ligt jonge Ajax hier wel. De Waal, handig, Jensen, Brobby, die wellicht had willen keren en had willen schieten, maar de scheidsrechter kiest voor de vrije trap. Want een vrije trap op een gevaarlijke plek. Max de Waal, kort voor rust en hij toucheert de bovenkant van de lat. Zeker geen onaardige poging dus van de Waal. Hoekschop Cambuur. Zo'n beetje in de laatste minuten van de eerste helft. Scherpe, slingerworp, Santje Hansen. Snel natuurlijk Hansen. En nu een goede voorzet. En een mooie omhaal, die heeft Stevens net voor de lijn. Maar dat was wel een hele fraaie poging.
Sambissa knapper langs bij Regeer. En zo kan Cambuur weer in de aanval. Korte. Sambissa. Muren voor de goal. Goeie aanval weer. Bijna de mogelijkheid voor Molin. Breij slingert hem voor. Weggekopt door Rensch. En harde uithaal. Korte. Volgeraakt. Goede redding Scherpen. Vierde minuut na rust. Hoekschop. Twee keer Scherpen. Jacobs. En weer vrij korte. En Muren. En een redding van Scherpen. Het lijkt wel een schietend nu. En hoe hij het doet, doet hij het. Scherpen houdt hier in de openingsfase van de tweede helft zijn doel schoon. En dat is uiteindelijk het enige voor hem dat telt. Taylor. Alsof Scherpen daar verrast werd. Weer is Ajax de bal hier kwijt. Muren. Profiteert Cambuur dan weer. Muren. Kans. En Scherpen. Die doelpunt voorkomt van Breij. Zo ontstaat daar een mogelijkheid voor Cambuur. Terwijl er voor jong Ajax toch eigenlijk niets aan de hand is. En dat mag je de ploeg van Van der Gaag dan toch wel aanrekenen. Schmidt. Over de hele. Goede paas van Dokersmit. Mooie actie. Korte. Giovanni Korte. En bijna nog van richting veranderd. Redding Scherpen. Zo speelt Korte wel echt een hele goede wedstrijd bij Cambuur. Aan de andere kant Molin. Oh, die steekpaas was niet zo best. Maar Douglas kan niet onderscheppen. En dan via de paal ontsnapt jonge Ajax weer. Deze bal lijkt toch vrij makkelijk te onderscheppen. Breij probeert het, korte hoek. Hij heeft pech dat hij de paal raakt. Regeer jaagt Sambissa op. En wordt het dan een hoekschop of een doeltrap? Het wordt een hoekschop. Hoekschop van Taylor en daar een vrije kopkans. Grote mogelijkheid voor Jurien Timber. Om gelijk te maken. Goed ingedribbeld door Rensch. Zo ontstond de treffer voor Ajax in de eerste helft. Rensch van richting veranderd, maar hij zit er wel in. Want mede omdat die bal wordt aangeraakt, is de keeper van Cambuur kansloos, Sonny Stevens. Het staat 2-2, 8 minuten voor tijd. De treffer van Rensch, die zelf het initiatief neemt. Mooi balletje achter het standbeen langs van Sontje Hansen en via McIntosh. Is Stevens kansloos. Taylor, mooie versnelling. Is goed gevoetbald door jong Ajax. Brobbey, gaat hij de winnende maken? Dat doet hij niet. Redding Stevens. Ideale mogelijkheid voor Brian Brobbey. 88ste minuut van Taylor. En die zit er wel in. En dat is een mooie ook zeg. Wat een overtuigende kopbal van Enrique Jansana. En jong Ajax lijkt op weg naar de overwinning hier in Leeuwarden. Dat is een flinke tegenvaller voor Cambuur. Dat de wedstrijd toch lang in handen had. Kansen kreeg op meer bij een 2-1 voorsprong. Maar nu tegen een 3-2 achterstand aankijkt. Molin. Dokersmit. Laatste aanval van de wedstrijd. Laatste mogelijkheid op een kans voor Cambuur, maar die kans komt er niet. Unuvar legt hem hier neer. Dat levert nog balverlies op. Jacobs komt Muren er hier nog aan. Daar met overtuiging gekiept door Scherpen. En dan zit de extra tijd erop. Maar fluit de scheidsrechter nog niet af. Nog een keer moet Scherpen hem pakken. Dat doet hij, want op hoge ballen heeft Scherpen niet zoveel problemen. En dan weet hij dat het wel gedaan is van de Gaag. En weet ook Henk de Jong hoe laat het is. Want komt nu de tweede nederlaag voor Cambuur in dit seizoen. Zeer verrassend tegen de nummer 8 op de ranglijst. Jong Ajax. Cambuur stond bij rust met 2-1 voor. Er was niet veel aan de hand voor de ploeg van de Jong.
kansen waren er voldoende om uit te lopen naar 3-1. Maar als Cambuur zelf de kansen niet benut, krijgt het uiteindelijk een peperdure rekening gepresenteerd. Rensch met de 2-2 en uiteindelijk Jansana, 88ste minuut. Met een spijkerharde kopbal voor de 2-3. En dus wint Jong Ajax hier in Leeuwarden.